Shalom, broeders en zusters, Mozen Christ bless. Welkom bij een nieuwe aflevering van Levend Water. Mijn naam is Officer Abiel van Israel United in Christ Nederland. En mijn lezer is... Soldier Elijah. Shalom, Mozen Christ bless. Hey, welkom, welkom broers en zusters. Vandaag gaan we er niet lang zijn. We gaan deel 3 gaan we vervolgen van de topic Eendracht mag. Oké, okay, we gaan kijken, we gaan een aantal punten gaan we examineren. Die verdeeldheid brengen onder ons als zwarte Latijns-Amerikanen, inheemse Indianen. De zwarte Latijns-Amerikanen, inheemse Indianen, dat zijn de kinderen van de diaspora. De kinderen van de transatlantische slavenhandel, oké? Okay? Dus of je nou van negroïde afkomst bent, inheems Indiaanse afkomst, of je woont in Mexico, Uruguay, Paraguay, waar je ook vandaan komt, als je te maken hebt gehad met kolonisatie, ja, behoor je toe tot de 12 stam van Israël, oké? Okay? Zo, eendracht maakt mag. Oké, okay? We gaan meteen beginnen met het boek van Tobit. Laten we daar eens mee openen. Tobit hoofdstuk 4 vers 5. Dus pak jullie bijbels, jullie pennen en jullie notitieboeken erbij. Oké? Okay? Tobit hoofdstuk 4 vers 5. Dit is het boek van Tobit hoofdstuk 4. En we lezen vers 5. My son, be mindful of the Lord, our God, all thy days. And let not thy will be set to sin, or to trespass his commandments. Do uprightly all thy life long, and follow not the ways of unrighteousness. Okay, so it says, nog een keer. This is the book of Tobit, chapter 4, verse 5. My son, be mindful of the Lord, our God, all thy days. Zo, laten we kijken wie de zoon van God is. Geef me dat eerst in Hosea 11 en vers 1. Je mag het op het scherm laten staan. Hè? Hosea 11 en vers 1. En daarna wil ik Exodus 4, vers 22. Wie is de zoon over wie God het heeft? Hosea 11 en vers 1. Dit is het boek van, dit is the book of Hosea, chapter 11, verse 1. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Hij zegt, when Israel was a child, then I loved him and I called my son out of Egypt. De 12 stammen van Israel waren slaven en slavinnen in Egypte. Zij behoren toe tot de 12 stammen van Israël. Israël is de zoon van God. Exodus 4, 22. This is the book of Exodus. Chapter 4, 22. Come on. And thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. So, dus de kinderen van Israël waren slaaf en slavin in Egypte. God zegt tegen Mozes, zeg tegen Farao, wat? Israel is my firstborn. Israel is mijn zoon, lees. Israel is my son, even my firstborn. Mijn enige geboren zoon, oké? Okay? Zo, laten we teruggaan naar Tobit hoofdstuk 4 en vers 5. This is the book of Tobit, chapter 4, verse 5. My son, be mindful of the Lord, our God, all thy days. Zie dat? We moeten altijd de Heere God in onze gedachten hebben. Niet vandaag wel en morgen niet. Niet zeggen van, oh, ik vier kerst vandaag. Weet je wat? En morgen, God zal het me niet kwalijk nemen. Ik ga morgen weer aan de Heer denken. Nee, altijd, dat betekent altijd aan zijn wet en zijn leefregels denken. Lees. And let not thy will be set to sin. Zie dat? And let not thy will be set to sin. Dus volg niet zonde. Ga niet in zonde. Laten we kijken wat zonde is. 1 Johannes 3 vers 4. 1 Johannes 3 vers 4. Zegt, let not thy will be set to sin. Dat, wat zegt dit? En wil niet zondigen, nog zijn geboden overtreden. Dus we moeten onze verstand niet programmeren, zeg maar, om te zondigen. Come on. This is the book of 1 John, chapter 3, verse 4. Huh. Whosoever committed sin, transgressed also the law. For sin is the transgression of the law. Zonde is wat? The transgression of the law. Zonde is het breken van de wet van God. Zonde is het breken van de wet van God. En dat gaan we examineren vandaag. Wat daar, welke zonde zeg maar daar ook nog meer onder valt. Oké?
binnen die wetten van God. Ga terug naar Tobit 4, vers 5. This is the book of Tobit, chapter 4, verse 5. My son, be mindful of the Lord our God all thy days, and let not thy will be set to sin. See, that's let not thy will be set to sin. Dus je moet niet achter je eigen verlangen aanlopen om te zondigen. Lees door. Or to transgress his commandment. Of zijn wetten en zijn geboden te overtreden. Lees. Do uprightly all thy life long. So, do uprightly of do the geboden. Oefen de gerechtigheid al de dagen. Geef me dat de precept voor gerechtigheid. De precept voor gerechtigheid in Deuteronomy 6 vers 25. Zie je hoe lang we op één vers blijven? Hoeveel vlees we eigenlijk daarvan af kunnen halen? Oké? Okay? Laten we zien wat gerechtigheid is. This is the book of Deuteronomy chapter 6 verse 25. Mm. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as he had commanded us. Oké, okay, zo so ga terug naar Tobit. This is the book of Tobit chapter 4 verse 5. My son, be mindful of the Lord our God all thy days, and let not thy will be set to sin or to trespass his commandment. Om de geboden te breken, lees. Do uprightly all thy life long. Dus houd de geboden je hele leven lang. Want gerechtigheid of upright, of dat gaat in de geboden, ja, doe de geboden heel je leven lang, lees door. And follow not the ways of unrighteousness. And follow not the way of unrighteousness. Laten we ook kijken wat onrechtvaardigheid is. Ga naar het boek van 1 Johannes hoofdstuk 5 en vers 17. 1 Johannes 5 en 17. You can drop Tobit. Yes. 1 John 5 is verse 17. This is the book of 1 John chapter 5 and verse 17. 1 John chapter 5 verse 17. En ik wil alleen het beginstuk. All unrighteousness is sin. See that all unrighteousness is sin. Alles wat tegen de geboden ingaat is zonde. Oké? Okay? Goed. Laten we naar de eerste punt gaan van vanavond. Dat is punt 14. Want we zijn vorige week zijn we gebleven. Sorry, punt 13. We zijn vorige week zijn we gebleven bij punt 12. Punt 12. Over hoogmoed. Hè, waar we het gehad over hoogmoed. Punten, zeg maar, we hebben enkele punten graag, zeg maar, die te maken hebben, zeg maar, met hoogmoed, wat eigenlijk de eenheid, zeg maar, verbreekt tussen ons als zwarte Latijns-Amerikanen, inheemse Indianen, oké? Okay? Dus vanavond zijn we bij punt 13. Vanavond zijn we bij punt 13. Oké, okay. Punt 13. Kun je punt 13 lezen? Kun yes, sir. Kun je inzoomen voor ons, alsjeblieft? Yes. Punt 13. Het negeren van pogingen van mensen om met je te communiceren. Zo, het negeren van pogingen van mensen om met je te communiceren. Dat gaat ook in zonde. Dat is ook zonde. Want de Bijbel zegt dat we met elkaar moeten communiceren. Dus wanneer jij de pogingen negeert van mensen, van je broeders of je zusters om met je te communiceren, ben je in zonde. Lees door. Wanneer je consequent mensen afwijst, die tekst of e-mail versturen. Dus ze sturen je tekst of e-mail of ze bellen jou, ja? En je drukt weg. Je geeft niet thuis, lees. Bent u in wezen aan het minimaliseren van het belang van onze persoon en hun communicatie en zeg tegen jezelf, en zeg tegen jezelf dat zij niet belangrijk genoeg zijn om in te investeren. Om in je te investeren, ja. We hebben het allemaal druk. Maar als je iemands poging om contact te leggen erkent, geef je de ander de boodschap dat hij of zij belangrijk is. Oké, dus het is een wisselwerking. Wanneer u consequent mensen afwijst die je tekst of e-mail versturen, bent u wezen aan het minimaliseren van het belang van deze persoon en hun communicatie. En je zegt tegen jezelf dat zij niet belangrijk genoeg zijn, zeg maar, om in te investeren. Nou, laten we even gaan examineren, zeg maar, van wat de reden is, zeg maar, dat mensen die contact negeren, de poging van contact negeren. Je mag het op een scherm laten staan. Ik zei vanavond gaan we snel zijn, dus we gaan meteen naar het boek van Hebreeën 3 en vers 12.
Oké? Okay? Hebreeën hoofdstuk 3 en vers 12. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. Hebrews 3 en vers 12. This is the book of Hebrews chapter 3 and verse 12. Uh-huh. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Zo, hij gaat nou uitleggen wat het betekent wanneer we ons afscheiden van de levende God. Dus hij zegt, take heed, wees waakzaam, broeders. Hij spreekt over de 12 stam van Israël. Lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Een evil heart. Houd dat vast. Geef me Mark 7:21. Laten we kijken wat het hart is volgens de Bijbel. Mark 7:21. This is the book of Mark, chapter 7, verse 21. From within, out of the heart of man, proceed evil thoughts. Zo, God zegt vanuit je hart komen slechte gedachten. Je hart is je verstand. Geef me Jeremiah 17, vers 9. Ik weet, we gaan snel zijn vandaag. Jeremiah 17, vers 9. Laten we kijken wat het hart is, wat het hart doet. Oké? Okay? Jeremiah 17, vers 9. This is the book of Jeremiah, chapter 17, verse 9. Mm. The heart is deceitful of all things and desperately wicked. Who can change it? Who can know it? Je kent je eigen verstand niet. Dus je verstand is zo gemaakt om je continu het tegenovergestelde te zeggen. Om continu zeg maar tegen wat? Tegen de commandments in te gaan. Jouw hart misleidt jou continu. Dus jij denkt van, oh, ik ben goed bezig. Want je verstand die zegt dat tegen jou. Oké, okay, ga terug naar Hebreeën 3, vers 12. This is the book of Hebrews, chapter 3, verse 12. Hmm. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Zie dat, want je hart misleidt je, daardoor geloof je niet. Nee? In departing from the living God. En daardoor word je afgescheiden van God. Ja? Daarom hebben we de wetten en leefregels van God nodig om die band met hem te houden. Lees. Verse 13, but exhort one another daily. Zie dat, but exhort one another daily. Maar wat zegt punt 13? Het negeren van pogingen van mensen om met je te communiceren. Hoe kan de ander jou aanmoedigen, aansporen, als je de pogingen negeert van die mensen om met je te communiceren? Lees het nog een keer. But exhort one another daily, while it is called today. Nu je nog de kans hebt, lees. Lest any of you be hardened through the deceitful lust of sin. Zie dat, het verstand is geblokkeerd door wat? The deceitfulness of sin. Zie dat, door de zonde, deceitfulness. En we hebben net gelezen, the mind of the heart is deceitful. Jouw verstand, die zeg je van, je bent goed, je hoeft geen contact op te nemen. Je is goed, je blijf daar. Ik kan het allemaal alleen. Dat is wat je verstand doet. Maar dat is niet de spirit van Christ. Dat is niet de spirit van Christ. Want wat zegt de spirit van Christ? Even snel. Zephaniah 2 vers 1. Zephaniah 2 vers 1. Laat zien wat de spirit van Christ zegt. Die heb ik niet opgeschreven, maar laten we die even snel lezen. Zephaniah 2 vers 1. This is the book of Zephaniah, chapter 2, verse 1. Gather yourself together. Ye gather together, O nation of not desired. Hier, een natie dat niet gewild is. Getolereerd, maar niet geaccepteerd. Oké, okay? Getolereerd waarom? Omdat wij de arbeiders zijn. Worden we getolereerd. Wij zijn de werkkracht, maar worden niet geaccepteerd. Come on. Before the decree bring forth. Hier, dat before the decree, before destruction come. Voordat Christus terugkomt. Wat moeten we doen? Vers 1 nog een keer. Gather yourself together. Je dat we moeten bij elkaar komen. Dus je kunt de pogingen niet negeren, zeg maar, van mensen om met je te communiceren. Om je aan te sporen. Ga terug naar Hebreeën. Ik weet, ik ben heel snel vandaag. Dit is de boek of Hebrews, chapter 3, verse 14. 13. But exhort one another daily, while it is called today. Nu je nog de kans hebt, moet je elkaar aansporen, aanmoedigen. En het kan alleen als je bij elkaar er bent en elkaar ook ziet. En je weet waar je broeder of je zuster doorheen gaat. Dus je moet communiceren. Come on. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Zie dat, want je verstand die wordt verhard door zonde. Ja, verhard door zonde. Hebrews 10, 24 en 25.
Dus de Bijbel, dus de spirit van Christ, niet de spirit van de duivel. De spirit van de duivel zegt, scheid je af van de mensen. Scheid je af van je broers en zussen. Dus de geest van Christus, de spirit van Christ, is all about unity. Het gaat allemaal over eendracht. Eendracht, oké? Okay? Hebrews 10 and 24. This is the book of Hebrews chapter 10 verse 24. Uh-huh. And let us consider one another to provoke unto love and good works. So hoe kun je de andere, how can you consider the other? Hoe kun je de andere nou, zie je in mijn Engels man. How you can consider, what is consider in het Nederlands? Overwegen, hoe kun je, hoe kun je overwegen zeg maar hoe het met de ander gaat? Hoe kun je, als je niet met elkaar communiceert? Het zegt, let us consider one another to provoke unto love and good works. Look up the word for me, consider, please. Consider. Let us consider one another. Dat betekent, je kijkt niet alleen naar jezelf. Je kijkt niet alleen naar jezelf van, ik alleen. Laat mij maar alleen blijven. Nee, je moet ook kijken, zoals we in de vorige les hebben gelezen, in het boek van Filippiërs. Don't look on, kijk niet naar je eigen. Kijk ook naar de andere. Vraag ook, hoe gaat het met jou? Dat betekent, je moet communiceren. Look up the word for me, consider, please. Consider. All right. Zie je dat? Lees het voor mij, Elijah. Considerate. Having been true about carefully. No, lees het nog een keer. Having been taught. Oh, having been taught about carefully. Oké, okay. More translations and more definitions. Kijk je dat voor mij? Die pijl moet je klikken. Ja, zie je dat? Oké. Okay. Think about. Contemplate. Examine. Think about and being drawn towards. Dus je wordt ergens naartoe getrokken. Waar naartoe? Naar je broers, naar je zusters. Ja, zodat ze je kunnen aansporen. Even kijken. Hier. Regard someone or something. And having specialized quality. Ik wil alleen maar een stukje hebben. Regard someone or something. Dat betekent, als ik mijn broeder niet zie, als mijn broer of zuster zich compleet afsluit, hoe kan ik nou weten van, hoe kan ik nou aandacht schenken van, hey broer, hoe gaat het met je? Hoe zus, hoe gaat het met je? Je sluit je compleet af. Oké, okay? Alright? Dus ga terug naar Hebrews. Thank you. Hebrews 10 and verse 24. This is the book of Hebrews chapter 10 verse 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Zie dat? Dus je moet de andere overdenken van, hey, hoe zou het nou gaan met mijn broeder? Hoe gaat het op zijn werk? Hoe gaat het in zijn gezin? Hoe gaat het met je kinderen? Je vraagt naar zijn welzijn. Dus daarvoor moet je met elkaar communiceren. Daarvoor moet je met elkaar onder elkaar komen. Come on. Verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Zie, de Bijbel zegt allemaal dat we samen moeten komen. Het zegt not forsaking the assembling. Dus het bijeenkomen van onszelf. Lees. As the matter of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Zie je dat wat het zegt? Not forsaking the assembling of ourselves together. Het is een wet, het is een gebod. As the manner of some is. Dus sommige mensen die hebben de spirit van separation. Ze hebben de spirit van alleen willen zijn. Hou dat vast, geef me dat in Jude. Ik zei, ik ging niet lang zijn, ik ga ook echt niet lang zijn. Ik ben zo klaar. 10 uur zijn we klaar, Lord's will. Jude, wat is dat? Jude 19? Jude 19, let's go to Jude 19. Kijk wat het zegt, wanneer je zelf afscheidt. Jude chapter, of Jude verse 19. Het is one chapter. Jude 19? Yes, sir. This is the book of Jude, verse 17. Verse 19. These be they who separated themselves, sensual, uh-huh. Not the spirit. Sensual gaat in emotioneel. Sensual gaat in emotioneel. Dat is de spirit van wat? Dat is emotioneel. Dat is toebedeeld aan een vrouw. En zelfs wanneer je de Bijbel leest, wanneer je dat verhaal leest over die moeder die de 7 zonen in 1 dag kwijt was. Ze was ook niet emotioneel, maar wat was het? Van, hey, ze was juist aan het aansporen van, hey, we gaan elkaar weer zien. Dat is die spirit die we moeten hebben.
In deze truth, we hebben geen tijd om emotioneel te zijn. We hebben zoveel werk om te doen. We hebben geen tijd om emotioneel te zijn. Niet in de congregatie, niet in ons persoonlijk leven, niet in ons huwelijk. All right? Het zegt, these be they who separate themselves, sensual, having not the spirit. Welke spirit hebben ze niet? De spirit van Christ. Want de spirit van Christ is all about eendracht. Samenkomen. All right? Lees vers 20 ook. Vers 20. But ye, beloved, building up yourself on your most holy faith. Hoe kunnen we elkaar opbouwen in het geloof als we niet samenkomen, als we alle pogingen negeren om samen te komen? Dat kan niet. Come on. Praying in the Holy Ghost. En hoe kan ik voor je bidden als ik niet eens weet waar je doorheen gaat? Come on. Keep yourself in the love of God. Dus je kunt jezelf dus ook niet in de wetten en de geboden van God houden. Want je wordt nou misleid door al die gedachten. Zonde weerhoudt je om samen te komen. Lees. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Zie dat? Dat is wat er gebeurt als je jezelf afscheidt. Je hebt niet de geest. Ja? Dus daardoor krijg je dus ook niet die genade, zeg maar. Die genade die we allemaal zo hard nodig hebben. Ga terug naar Hebreeuws. Hebreeuws 10 en 25. Dit is het boek van Hebreeuws, chapter 10, vers 25. Not forsaken the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Sommige mensen die hebben die geest, door wat de situatie ook mag zijn, dat ze niet samen willen komen, dat ze niet onder de mensen willen zijn. Waarom? Wanneer je onder de mensen komt, wordt jouw zonde geopenbaard. En jouw broeder die van jou houdt, die zal tegen jou zeggen van, hey, broer, luister, dit is wat je moet corrigeren. Maar omdat we niet met correctie om kunnen gaan, ja, omdat we emotioneel zijn, weerhouden we onszelf om samen te komen. Come on. But exciting one another. Dus je kunt ook niet aangespoord worden, je kunt ook niet opgebouwd worden, lees. And so much, much the more, as you see the day approaching. And so much the more, as you see the day, je ziet de tekenen gebeuren op de wereld, ja. De dag nadert, zeg maar, dat Christus terugkomt. We weten het de dag niet, we weten het uur niet, de seconde niet, het jaar weten we niet. Maar we zien alle tekenen, ja, dat het bijna zover is. Come on, vers 26 ook nog. For if we sin willfully. Dus je bent nou willens en wetens bij de wet aan het breken als je jezelf afzondert. Als je iedere vorm van communicatie negeert, lees. After that we have received the knowledge of the truth. Want je hebt de knowledge, dat zijn de commandments. Je hebt gehoord van samenkomen. De Sabbat, de feestdagen, samenkomen. Ja? Je hebt nou die kennis heb je ontvangen. Je bent een Israëliet, we moeten terug opbouwen in de natie. Je hebt de kennis heb je ontvangen. Het zegt, if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth. Lees. There remaineth no more sacrifice for sins. Dus je kunt dan niet meer gaan. Nou, je hebt gehoord van ik ben Israël. Je weet wat er van jou verwacht wordt. Je kunt niet meer gaan van als je willens en weten, zeg maar, de keuze maakt, zeg maar, om je terug te trekken. Om te zeggen van, oh God, vergeef me. Nee, er is, je zegt, Christus is voor niets gestorven. Dat is wat je zegt. Alright? Dat is wat je zegt. Geef me het boek van Romeinen 12 en vers 10. Romeinen 12 en vers 10. Romans 12 and verse 10. This is the book of Romans, chapter 12 and verse 10. 12 and verse 10. Yes, come on. Yes, Romans 12 and verse 10. Be kindly affectionate one to another with brotherly love. In our preferring one another. Be kindly affectioned one to another. Dus we moeten affectie naar elkaar tonen. Tonen. Dus dat betekent, we kunnen geen enkele poging van communicatie negeren. Be kindly affectioned one to another with brotherly love. Broederliefde. Broederliefde. Oké? Okay? Die broederliefde zal je zeggen van, hé, mijn broeder probeert me te corrigeren, probeert me op te bouwen. Dat is liefde. All right? Het zegt in honor preferring one another. Dat betekent wat? We moeten geduld met elkaar hebben. We moeten genegenheid aan elkaar tonen. We moeten elkaar laten zien van, hey broer, ik heb die geduld met jou. Ik mag jou. Oké? Okay? In honor preferring one another. Geef me Malachi 3:16. Malachi chapter 3 en verse 16. Hoe bouwen we dat op? Hoe gaan we dat opbouwen?
This is the book of Malachi, chapter 3:16. Yes, sir. Then they that fear the Lord. Wat dan? Then they that fear the Lord. Dus je begint met God vrezend te zijn. Wat zul je dan doen? Speak often one to another. Zie je dat? Als zij die de Heere vrezen, zullen met elkaar spreken. En niet alleen één keer per week. Nee, ze gaan hun best doen, zeg maar, om zoveel mogelijk met elkaar te communiceren. Want in die communicatie zal er uiteindelijk geopenbaard worden van, hey bro, luister, het gaat niet goed met mij. Oké, bro, wat kan ik voor je doen, man? Kan ik iets voor jou betekenen? It's outside, no, don't worry. Remember, we're in the pagan season, all right? So it zegt, then they that fear the Lord speak often one to another. Niet over de koetjes en de kalfjes, maar over serieuze zaken. Over spirituele zaken. Hoe we kan erop kunnen bouwen. Hoe we weer terug kunnen komen in onze rechtmatige staat. Hoe we onze broers en zus kunnen helpen. Hoe we de volgende stad kunnen veroveren. Over zulke dingen moet men met elkaar praten. Lees. And the Lord hardened. En wanneer we met elkaar spreken, God luistert ernaar. Het wordt genoteerd. Come on. And hear it. And the book of remembrance was written before him for them that fear the Lord. Uh-huh. And thought upon his name. Zie je dat? Is dat niet wat we hebben gelezen in het boek van Tobit, hoofdstuk 4 en vers 5? Nou, je hoeft niet naartoe te gaan. Het zegt, my son, be mindful of the Lord our God all thy days. How? You're thinking, you're communicating with your brother. Je communiceert. Je kunt die poging tot communicatie kun je niet negeren. Je kunt dat niet negeren. Laten we dat precepten met Hebreeën 13 en vers 16. Hebreeën 13 en vers 16. Tot Malachi 3:16 met Hebreeën 13:16. All right? This is the book of Hebrews chapter 13 and verse 16. Yes, sir. 13 and verse 16. Mm. But to do good mm. and to communicate. So, whatever. But to do good. Give me the precept for good. Let's read that in the book of Romans. No. Let's go to the book of Deuteronomy, brother. Deuteronomy chapter 6, verse 18, bro. Yes, sir. Yes. This is the book of Deuteronomy chapter 6, verse 18. Yes, sir. And thou... Come on, bro. Yes, sir. And thou shalt do that which is right and good... And what? And good... Uh-huh. In the sight of the Lord. Mm. That it may be well with thee. Uh-huh. And that thou mayest go in and possess the good land which the Lord swore unto thy fathers. So it said, and thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord. Communicate! That's good! Dat is goed om met elkaar te communiceren. That it may be well with thee. Want die broeder of die zuster die is daar. En je hoort van, die hoort je aan. En die bouwt je op. Dat het je weer goed gaat. Denk eraan. Een rechtvaardige man zoals het zegt in Spreuken 24 vers 16. Hij valt. Maar je hebt daar altijd je broeder. Two is better than one. Die je weer, die je weer omhoog helpt. Oké? Okay? Geef me nou Romeinen 7 vers 12. Oké? Okay? Romans 7 en vers 12. There is the book of Romans. Chapter 7 and verse 12. Wherefore the law is holy. Zo, dus communicatie is een wet. Het is een wet om te communiceren. Lees. Wherefore the law is holy. Mm-hmm. And the commandment holy. Uh-huh. And just and good. Zie dat? Dus het communiceren met elkaar is iets wat goed is. Rechtvaardig is. Alright? En het is heilig. Want waar spreken we over? We spreken niet meer over wereldse dingen. We spreken over heilige dingen. All right? Ga terug naar Hebreeën 13 en vers 16. This is the book of Hebrews, chapter 13, verse 16. Yes, sir. But to do good and to communicate... That's the commandments houden, lees. Forget not. Dus we moeten niet vergeten om met elkaar te communiceren. Ja, we hebben allemaal drukke levens. Maar we moeten op zijn minst die tijd maken, zeg maar, voor elkaar. Of het nou is, luister. Misschien zijn we niet allemaal even goed, zeg maar, om een lang telefonisch gesprek te voeren. Maar je kunt op zijn minst kun je een tekstbericht sturen van, hey, broer, hoe is het? Of tegenwoordig heb je een, hoe noem je dat?
Je kunt een videoboodschap kun je opnemen van broer, falaka. Ja? Er zijn zoveel vormen van communicatie tegenwoordig. We hebben geen excuus. Come on. For with such sacrifices, God is well pleased. Wacht even. Het zegt dus, to do good and to communicate, forget not. Vergeet het niet. For with such sacrifices, God is well pleased. Het is hetzelfde wat we hebben gelezen in Malachi. Dus je brengt een offer en dat is wat God, hij vindt daar plezier in, man. Want hij schrijft dat op. Ja, kijk mijn broers, kijk mijn zonen. Ja, kijk hoe ze met elkaar kunnen praten. En dat gaat je helpen wanneer je straks voor hem staat van, oké, laat me even kijken hoor. Oké, een plus. Hey, deze broer die was altijd aan het communiceren. Altijd aan het communiceren. Oké, dit had hij min gedaan. Maar dan weegt dat die communicatie van jou weegt zwaarder dan al die andere minnetjes. All right? Het is een commandment. Het is een gebod om te communiceren. Gaat er naar dat punt van mij. Laten we punt 13 nog een keer lezen. Oké? Okay? Dus we hebben laten zien van, hey, dat wanneer je die poging negeert, zeg maar, is omdat je in zonde bent. En je wil niet gecorrigeerd worden. Je wil niet dat je zonde, trouwens geef me nog een priester daarover, zet op het scherm. Je wil niet, zeg maar, dat je zonde openbaar wordt. Geef me dat in Proverbs 28 en vers 14, is het? Proverbs 28 en vers 14. Proverbs 8 en vers 14. Laten we kijken. Ja, 13, sorry. This is the book of Proverbs, chapter 28, verse 13. He that covereth his sin shall not prosper. Zie je, want dat is wat je denkt. Je verbergt je zonde. He that covereth his sin shall not prosper. Lees. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. But whoso confesseth and forsaketh them, want nou ben je in gesprek, je bent met elkaar aan het communiceren. Ja, iemand ziet je gaat ergens doorheen. Je spreekt erover. Je bekent je zonde, ja. En daar is waar die genade inkomt van de Vader. Hij hoort dat. Alright? Waar wil ik naartoe gaan? Geef me nog een precept hierover. Dus het zegt, confess and forsake his sin. Geef me dat in James 5 en vers 19. James chapter 5 en vers 19. Daarvoor heeft de Vader ons bij elkaar gezet, zodat we elkaar spiritueel kunnen helpen, spiritueel kunnen opbouwen, en dat die genezing plaats mag vinden. James chapter 5 en vers 19. This is the book of James chapter 5. Verse 19. Uh-huh. Brethren, if any of you do err from the truth, and one covered him. No, lees het goed. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him. Ah, and one convert him. Met who? What zal die broeder of die zuster doen? Yeah? How does one convert him? What does convert us? Geef me dat snel in Psalm 19 en vers 17. 7. Psalm 19 vers 7. This is the book of Psalms, chapter 19, verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Oh, dus die broeder of die zuster zou jou opbouwen in de wet. Zodat je kunt veranderen. Zodat je uit die stramine, uit die zonde kunt komen. Come on. The testimony of the Lord is sure. Making wise the simple. En dat maakt ook nog eens een wijs persoon voor jou, want door die zonde was je simpel. Alright? So, ga terug naar James chapter 5, hoofdstuk 5 en vers 19. This is the book of James chapter 5, verse 19. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him. Daarvoor moet je dus, kun je de poging tot communicatie dus niet negeren. Lees. Let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death. Zie je waarom je de poging tot communicatie niet kunt negeren? Wat ga je doen? Shall save a soul from death. Uh-huh. And shall hide a multitude of sins. Wauw, dit mag je precepten met Ezekiel 3 vers 17 tot en met 18. Dus die communicatie is eigenlijk een helpende hand om je uit de congregatie der doden letterlijk te redden. Want je bent in die zonde en die broeder of die zuster die wil met jou communiceren om jouw leven letterlijk te redden.
maar je negeert iedere poging tot communicatie. Je negeert iedere poging tot communicatie. All right? Zo, punt 14. Let's go to point 14. Punt 14. Onze zonden rechtvaardigen in plaats van ze toe te geven. Mm-hmm. Wanneer iemand je genade wijst op een zonde, kwestie in je leven en je wordt defensief en begint hetzelfde te rechtvaardigen, dan is dat een gevaarlijke plaats om te zijn. Mm. Want als ze de schrift gebruiken om het te ondersteunen, dan zeg je in wezen dat het beter, dat je het beter dat weet je dan het God. Beter weet dan God. God. Oké, zo. Onze zondige rechtvaardigen in plaats van ze toe te geven. We hebben er net al Spreuken 28 en vers 13 gelezen, toch? He that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh them shall have mercy. Toch? Goed. Dus wanneer iemand je genadig wijst op een zonde, op een zonde kwestie in je leven, en je wordt defensief, ja? Je wordt defensief en begint hetzelfde rechtvaardigen, dan is dat een gevaarlijke plaats om te zijn. We hebben er net ook James 5 vers 19 gelezen. Wanneer die je wijst op die zonde, is om je leven te redden. Want als ze de schrift gebruiken om het te ondersteunen, dan zeg je in wezen dat je het beter weet dan God. Oké, okay. Nou, laten we hier niet zitten van dat we heilig boontje waren. Laat me dat bewijzen. Laten we dat bewijzen. Titus 3 vers 1. All right? Titus 3 en vers 1. Laten we ook aan het publiek laten zien van dat wij niet allemaal heilig waren. En we zijn nog steeds niet heilig. Okay? Wij vallen ook, wij hebben ook fouten. Maar wij stonden eerst aan die kant. We stonden eerst aan de andere kant. Je wilt Titus 3 vers 1 of 3 vers 3? Dus, daar wil ik voor beginnen. Titus 3 en vers 1. Okay, this is the book of Titus chapter 3 verse 1. Mm. Put them in mind to be subject to principalities. Uh-huh. And powers to obey magistrates, to be ready to every good works, mm-hmm. to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Wacht even hoor, ik heb het nou ook. Dus het zegt, put them into mind to be subject to principalities and powers to obey magistrates. We hebben in de, ga een klein stukje naar boven, IT van mij. Een klein stukje naar boven. Nee, naar beneden dan bedoel ik. Klein stukje naar boven. We hebben in punt 12 hebben we gelezen ook dat onwillig om zich te onderwerpen aan autoriteit. Dat hebben we vorige week behandeld. Oké? Okay? Of was het maandag? Sorry, maandag hebben we dat behandeld. Nou, hier zegt het in Titus, put them into mind to be subject to principalities and powers. Die principalities and powers moet je zien ook in de congregatie. Ja? In de congregatie heeft de vader orde en structuur. Hij heeft vanaf de bishop tot aan de deacons, tot aan de captains, de officers, de soldiers enzovoort. Dat is autoriteit wat er is. Dus nou zijn er mensen in autoriteit, zeg maar, in de congregatie. Gaan we terug naar punt 14. In de congregatie, zeg maar, die daar zijn, zeg maar, om onze broeders en zusters te helpen, ja, te helpen, zeg maar, om dat zondig leven, zeg maar, achter zich te laten. Oké? Okay? Daarvoor heeft de vader, zeg maar, autoriteit gegeven aan die leiders, zeg maar, om de congregatie, zeg maar, op orde te hebben, om te zorgen dat er geen zonde aanwezig is. Maar wat gebeurt er nou? Mensen willen niet gehoorzamen, want ze denken van, ik weet het beter. Dus ze willen niet luisteren. Oké? Okay? Ze denken dat ze het beter weten. Want wie zijn woorden spreken we? We spreken niet onze eigen woorden. We gebruiken wie zijn woorden gebruiken? We gebruiken de Bijbel. We kunnen jou alleen maar de scripties geven. We geven niet van ik denk, ik voel. Nee, we geven de Bijbel. Maar hij zegt hier, put them into mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Lees. To speak evil of no man. Maar nou spreek je kwaad over de boodschapper die jou het woord van God geeft. Lees. To be no brawlers. Uh-huh. But gentle, showing all meekness unto all men. Showing all meekness, dat betekent nederigheid. Je moet nederig zijn, want die broeder, ja, of die zuster, die corrigeert jou uit liefde om je leven te redden, zoals we gelezen hebben. Lees. For we ourselves
also were sometimes foolish. Wie wat Paulus al tegen ons moet zeggen, waar hij ons aan moet herinneren, we ourselves, dus ook wij, were sometimes foolish. Lees. Disobedient. Ongehoorzaam, lees. Deceived. Oh, waar hebben we dat woord net gelezen? Deceived, we waren misleid door te geloven, bijvoorbeeld, we kunnen nou, dat we kerstmis konden vieren, ja, dat we straks naar buiten kunnen gaan en iedereen gelukkig nieuwjaar kunnen gaan wensen en pagades kunnen afsteken, ja. Nieuwjaar is niet in het midden van de winter, we waren misleid. Misleid door te denken dat we leefden, dat het goed was, lees. Serving diverse lusts and pleasures. En we waren verwikkeld in verschillende soorten begeerders. Of het nou is homoseksualiteit, seksuele immoraliteit. Ja, lees. And pleasures. En pleasures. We leefden niet volgens de wil van God, maar we leefden volgens onze eigen wil, onze eigen plezier. Lees. Living in malice. Kattenkwaad. Ja. And envy. En wat? And envy. En envy. Envy, onthoud dat woord goed, lees. Hateful and hating one another. En dat is wat we doen, want nou probeert je broeder je te corrigeren uit liefde voor jou, maar jij ziet het als wat? Als haat. Wie ben jij om me te vertellen wat ik wel of niet moet doen? Wij stonden eerst ook aan die kant. We were also foolish sometimes. We stonden ook aan die kant. Maar door vallen en opstaan zijn we ook wijzer geworden. Alleen door het toepassen zeg maar, van de wetten en de geboden, zal je blijven staan. Als je dat niet toepast, zul je altijd blijven vallen. Oké? Okay? Dus, punt 14. Om zonde te rechtvaardigen in plaats van ze toe te geven. Geef me nu, het boek van Leviticus 19 en vers 17. Leviticus 19, vers 17. Dit is het boek. Dit is het boek van Leviticus, chapter 19, vers 17. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Nog een keer. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Zo, het is vice versa. Het zegt, je zult je naaste niet haten in je verstand, in je denken. Wanneer je broeder, wie je naaste is, je vertelt dat je in zonde bent, doet hij dat uit liefde. Wanneer jij die boodschap ontvangt of aanhoort en je ontvangt het niet en het komt niet binnen, heb je ook haat voor je naaste. Dat is wat je moet begrijpen. Lees het nog een keer. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor. Dus het is een gebod, zeg maar, om elkander te corrigeren. Lees. And not suffer sin upon him. En de broeder of de zuster niet in zonde te laten. Of het nou in je huis is, man en vrouw, broeders onder elkaar in de congregatie. Je hoort je naaste nooit niet in zonde te laten. Lees. Thou shalt not offend nor bear any grudge against the children of thy people. Dus je kunt ook geen kwaad met kwaad vergelden, zeg maar, met de kinderen van jouw volk. Dat zijn de 12 stammen van Israël. Geef me Spreuken 11 en vers 6. Spreuken 11 en vers 6. Dus je kunt je zonde mag je niet rechtvaardigen. Als je naaste je corrigeert, ja, moet je die correctie nemen. Je moet die correctie nemen. Dat is liefde. Maar omdat we spiritueel niet weten wat liefde betekent, spiritueel niet weten wat haat betekent, ja, zullen we altijd het zien als van, wie ben jij? Waarom bemoei je met je eigen zaken? Dat is wat je dan hoort. Wat zeggen ze? Don't judge. Only God can judge me. Ja, dat gaat hij zeker doen. Tupac zei dat toch ook. Kijk wat hij is. Oké? Wat zei je dat we naartoe gingen? Proverbs 11 en 6. Proverbs 11 en 6, yes. This is the book of Proverbs, chapter 11, verse 6. Uh-huh. The righteousness of the upright. No, zie je, ik zeg het weer verkeerd. Ja, lees dat. The righteousness of the upright shall deliver them. But the transgressor shall be taken in their own naughtiness. Zie dat? Lees spring naar vers 12. Dat is wat ik eigenlijk moet hebben. Vers 12. The righteousness of the upright shall deliver them. Dus wanneer we rechtvaardig zijn, het houden van de geboden, dat betekent dus ook onze zonde toegeven. Dat is ook een gebod om je zonde te bekennen. Oké, okay? Lees. Vers 12. He that is void of wisdom
despises his neighbor. So, dus he that is void of wisdom despises his neighbor. Hoe krijgen we wisdom? Geef een precept. How do we get wisdom? You want it in Psalm? Geef me er eentje. Er zijn meerdere. Oké? Okay? Je mag Psalm 111 en vers 10 gebruiken. Je mag Deuteronomy 4 en vers 5 gebruiken. Je mag Sirach 1, 26 mag je gebruiken. Er zijn er vele. Oké? Okay, let's go to Deuteronomy chapter 4, verse 5. Mm-hmm. This is the book of Deuteronomy chapter 4, verse 5. Mm-hmm. Behold, I have taught you statutes and judgment, even as the Lord my God commanded me. So the wetten en de statuten, lees. That you should do so in the land whither you go to possess it. So dus het doen, het houden van de wetten en de geboden. Ja, lees. Verse 6. Keep therefore and do them. Uh-huh. For this is your wisdom. Ah, zie je, dus het houden van de wetten en de geboden, dat is onze wijsheid. Uh-huh. And your understanding. En onze inzicht, verstand van de scriptures, lees. In the sight of the nations, mm. which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Mm. All praises. Dus het houden van de wet en de geboden, dat is wat ons de wijsheid geeft. Geef me Psalm 111 en vers 10. Psalm 111 en vers 10. This is the book of Psalms. Chapter 111, verse 10. Hmm. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. De vrezen des Heren, zoals Job zegt, dat zorgt er dus voor dat we niet in zonde gaan, omdat we God vrezen. We vrezen zijn wat? Zijn verordeningen. Lees. A good understanding of all die that do his commandments. Die dat een goede inzicht hebben allen die zijn geboden houden. Dus om de understanding, om wijsheid te krijgen, moet je de wetten en de geboden doen. Ga terug naar Spreuken 11 en vers 6. This is the book of Proverbs, chapter 11, 6 of 12. 11 verse 12, sorry. This is the book of Proverbs, chapter 11, verse 12. He that is void of wisdom despises his neighbor. Mm. But a man of understanding holdeth his peace. But a man of understanding holdeth his peace. Dus hij zegt, he that is void of wisdom despises his neighbor. Nou, laten we kijken waarom dat iemand void dus geen wijsheid heeft. Geef me dat in Wisdom of Solomon 1 and 4. Wisdom of Solomon 1 and verse 4. This is the book of Wisdom of Solomon, chapter 1 and verse 4. Hmm. For unto a malicious soul, for into a malicious soul, wisdom shall not enter. So it says, for into a malicious soul, wisdom shall not enter. Look up the word malicious for me. Continue to read, Elijah. Nor dwell in the body that is subject unto sin. Dus wanneer we onderhevig zijn, zeg maar, wanneer we constant in zonde zijn, zullen we geen wijsheid hebben. Zullen we niet in de wijsheid wandelen, oké? Okay? Zullen we niet in de wijsheid wandelen. Dus het zegt, for into a malicious soul, wisdom shall not enter. Oké? Oké, kijk eens hier. Lees het voor mij. The similar. Hostile. Yes. Similar. Pitiful. Malevolent. Ik wil hostile hebben. Hostile. Bitter. Uh-huh. Venomous. Poisonous. Poisonous. Wacht even. Klik die pijl. Kijk. Je bent in the midst of what? Evil. Je bent in te midden van zonde. Daarom is er geen wijsheid bij jou. Je wordt nou misleid door je eigen verstand. Dus daarom kan je dus niet in de wijsheid wandelen. Want de wijsheid zou je zeggen van, hey, laat me samenkomen om die eenheid te bewaren. Nee, maar de zonde die vertelt jou, nee, blijf weg. Alright? Wisdom of Solomon 1 and 4 again? For in a what? This is the book of
Wisdom of Solomon chapter 1 verse 4. For into a malicious soul. For in an evil soul. Someone who's in the midst of evil. Please. Wisdom shall not enter. Nor dwell in the body that is subject unto sin. Dus je, luister, dus je bent altijd in zonde. Je bent altijd in zonde. Je doet niet je best, zeg maar, om uit die zonde te komen. Je maakt excuus op excuus op excuus. Waarom je niet samen kunt komen. Waarom je die zonde, waarom je keer op keer dezelfde zonde moet, dezelfde wet blijft breken. All right? Spreuken 11 en vers 12, nog een keer. This is the book of Proverbs, chapter 11, verse 12. He that is void of wisdom despises his neighbor. En nou weten we al waarom dat die void of wisdom is, lees. En daarom dus, omdat je geen wijsheid hebt, wat doe je? Despises his neighbor. Dus je veracht je naast die nou, wat? Hij vertelt jou van, hey broer, get yourself right. Hey sis, get yourself right. Kom samen. Maar je ziet dat als haat. Zie je dat? Despise it. Je ziet het als haat. Ben jij mij wat te vertellen? Oké, okay, lees. But a man of understanding holdeth his peace. Als je de geboden houdt, wees je stil. Want dan begrijp je van, hé, hey, luister, dat is liefde, man. Hé, hey, sorry, ik wist het niet. Ik zal beter doen. All right? Proverbs 14, 21. Proverbs 14 and 21. This is the book of Proverbs, chapter 14, verse 21. Yes. He that despises his neighbor, sinneth. Ah, daar is het weer. Als je je naaste veracht, ben je in wat? Sinneth. Je bent in zonde. Je bent in zonde. Oké, okay? Drop that. Psalm 141 en vers 5. We zijn bijna klaar, hè? We zijn bijna klaar. Psalm 141 en vers 5. This is the book of Psalms, chapter 121, verse 140, 5. 141. 141. 141. 141 and verse 5. Mm. Let the righteous smite me. Let what? Let the righteous smite me. Let the righteous smite me. Geef me Luke 1 en 6. Laat de rechtvaardige mij corrigeren. Laten we kijken weer wat ons rechtvaardig maakt. Nou in het Nieuwe Testament. This is the book of Luke, chapter 1. Where do you want, sir? Luke 1 and 6. It's the book of Luke, chapter 1, verse 6. Mm. And they were both righteous before God, mm, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. So, dit spreekt over Rebecca en Zachariah, de ouders van Johannes, Johannes de Doper. Okay? Huh? Yes, Elizabeth, sorry, ik zeg het iedere keer verkeerd. Elizabeth, de ouders van Johannes de Doper. Ja, lees vers 6 nog een keer voor mij. And they were both righteous. En ze waren beide rechtvaardig, lees. Before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Dus je kunt wel perfect zijn. Je kunt wel perfect zijn. Zie, precept dat weer met Psalm 19 van 17, want blameless betekent perfect. Dat is een ander woord. Dus ze hielden perfect de wetten. Dus het kan, het is mogelijk. Door de wetten te houden kun je perfect zijn. All right? Dus ga terug naar Psalm 141 en vers 5. Come on. This is the book of Psalms, chapter 141, verse 5. Let the righteous smite me. Laat de rechtvaardige mij corrigeren. Mij sturen. It mij vermanen. Lees. It shall be a kindness and let him reprove me. Zie dat? It shall be a kindness. We hebben het net gelezen in wat? In James 5, vers 19 en 20. Het is om je leven te redden. Dus dat is die kindness. Dat is die liefde. Maar je ziet het als haat. Waarom? Omdat je te midden van zonde bent. Dus het zegt, it shall be a kindness and let him reprove me. Hoe kunnen mensen in de wereld jou corrigeren? Hoe kunnen ze de zonde corrigeren waar je in bent? Dat gaat niet. Want ze weten niet wat zonde is. Dus ze kunnen je daardoor dus ook niet corrigeren. Daarom moet de rechtvaardige, zij die de wetten en de geboden houden, moeten jou corrigeren. En dat doen ze uit liefde. All right? Come on. And let him reprove me. It shall be an excellent oil, which shall not break my head. Dus die correctie, daar zul je niet van doodgaan.
Je zult er niet van sterven. All right? That was it? No, for yet my prayer also shall be in their calamities. See that? For what? For yet my prayer also shall be in their calamities. Dus ze zullen, wanneer jij, of wanneer hun in zware tijden zijn, is het aan jou als jij rechtvaardig bent om ook voor hun te bidden. Oké? Okay? Proverbs 27 en verse 5. Proverbs 27 en verse 5. Want dit is wat je krijgt in de wereld. Dit is wat je krijgt in de wereld. Daarom kunnen alleen maar mensen jou corrigeren die de wetten en de geboden houden. Come on. This is the book of Proverbs, chapter 27, verse 5. Uh-huh. Open rebuke is better than secret love. Zie dat, open rebuke, dus iemand openlijk corrigeren, ja, is beter dan te zeggen van, hey, fuck man, alles goed. Je bent die jonker aan het roken, je zit achter de prostituees aan, je verkoopt drugs, dat zijn je matjes op straat. Toch? Maar je broeder of je zussen die de wetten en de geboden houden, die zullen zeggen van, hey bro, dat is fout. Dat doen ze uit liefde. Lees het nog een keer. Open rebuke is better than secret love. Secret love is je houdt je mond. Mine bemoei, anomisaat, anomitori, zoals we zeggen, toch op zijn Surinaams. Ik heb niet gezien hoor. Ik heb niet gezien hoor, ja, precies. Come on. Faithful are the wounds of a friend. Oh. Een echte vriend. Een echte vriend. Die zal je corrigeren. Come on. But the kisses of an enemy are deceitful. See that? But the kisses of an enemy. Dus dat is die vriend in de wereld. Die je zegt dat de vriend is. Maar eigenlijk is het een vijand. Oké? Okay? The kisses of an enemy. What? Are deceitful. Are deceitful. Want hij zegt in jou van, hé, hey, alles goed man. Doe groet aan je vrouw en kinderen. Alright? Het is misleiding. Je broeders en je zusters in de body, ja, zullen je altijd corrigeren en dat doen ze uit liefde. Proverbs 20 en verse 30. Proverbs 20 en verse 30. Dit is het boek van Proverbs chapter 20 en verse 13. 30. Yes, sir. The blueness of a wound cleans it away evil. Zie dat? Dus dat is die wond die die vriend heeft gemaakt. En het is om je uit het kwaad, uit de zonde te halen. Oké? Okay? Om je uit die zonde te halen. Lees. So do the stripes, the inward parts of the belly. So do the stripes, the inward part of the belly. Dus dat zijn die striemen, zeg maar. Ja, die zijn daar om, de belly gaat in de mind, ja, dat gaat in de mind, om je verstand op het juiste pad te krijgen, oké? Okay? Om je verstand op het juiste pad te krijgen. Lees Psalm 141, vers 5 nog een keer. Dit is het boek van Psalms, chapter 141, vers 5. 141, vers 5. Let the righteous smite me, it shall be a kindness, and let him reprove me. En laat hem me corrigeren, lees. It shall be an excellent oil, which shall not break my head. For yet my prayer also shall be in their calamities. Yet my prayer also shall be in their calamities. Dus wanneer hun het zwaar hebben, hey, ik zal ook voor mijn broeders bidden. Of mijn zusters bidden. Laten we dat perfect voorbeeld van lezen in het boek van 2 Samuel 7 vers 13. Over David en Nathan. Denk eraan wat David had gedaan. Hij heeft geslapen met de vrouw van Uria de Hittiet. Ja? Uria de Hittiet had hij geslapen. En David of Nathan die gebruikte ontzettend veel wijsheid. Want hij wist dat als hij rechtstreeks naar David zou komen om te corrigeren, dat David in één oogopslag het leven kon beroven. Dus hij moest hem corrigeren, maar hij heeft wijsheid gebruikt. Oké, okay, laten we dat lezen. 2 Samuel, hoofdstuk 12 en vers 7. 2 Samuel, hoofdstuk 12 en vers 7. This is the book of 2 Samuel, chapter 12, verse 7. And Nathan said unto David, thou art the man. So, dus Nathan said unto David, thou art the man. Want Nathan is hem nou een voorbeeld aan het geven. Hey, luister, er is een bepaalde man die heeft een daad gedaan. Ja, en hij vraagt aan David van, wat zou jij doen met die man die dat gedaan heeft? En David zei tegen hem, weet je wat? Ik zal hem, wacht even, laten we dat lezen. Lees, begin vanaf vers 1.
Laten we vanaf eens inlezen. This is the book of 2 Samuel, chapter 12, verse 1. The Lord sent Nathan unto David, and he came unto him and said unto him, there were two men in the city, the one rich and the other poor. So this, what does Nathan do? Nathan, Nathan the prophet, David the koning. Denk eraan, David had blood on zijn hand. Ja? Je komt niet zomaar naar de koning en zegt van, je bent... Hè? Dus hij gebruikt wijsheid. Dus hij zegt, there were two men in the city, one rich and the other poor. Lees. The rich man had exceeding many flocks and herds. So deze man was rijk, lees. But the poor man had nothing save a little ewe lamb. So, dus die arme man die had alleen maar een lam, ja? Lees. Which he had bought and nourished up. So, dus nu spreekt hij over de vrouw van Uria, de Hittite natuurlijk, hè? Die rijke man die gaat over David en die arme man gaat over, die arme man is Uria. Ja, en die lam gaat over de vrouw van Uria. Lees. Of de arme man is Uria de Hittite en die lam is de vrouw van Uria. Lees. And it grew up together with him and with his children. Mm. It did eat of his own meat and drank of his own cup and lay in his bosom and was not and was unto him as a daughter. Mm-hmm. And there came a traveler unto the rich man, and he spared to take his own flock and of his own herd to dress for the wavering man that one come unto him. Please. But took the poor man's lamb. But took the poor man's lamb. Dus hij pakt alles af wat die man heeft. Lees. And dressed it for the man that was come to him. So, dus dit is David die nou de vrouw heeft genomen van Uria de Hittite. Lees. And David's anger was greatly kindled against the man. So, dus David hoort dit verhaal aan. Hij is boos. Lees. And he said to Nathan, as the Lord liveth, the man that had done this thing shall surely die. Maar hij zegt, as the Lord liveth, that man that had done this thing shall surely die. Hij weet nog steeds niet dat het over hem gaat. Maar Nathan die gebruikt zoveel wijsheid. Broers, soms, en zusters online, soms zijn mensen zo vastgeroest in hun zonde, dat wanneer ze rechtstreeks confronteerd met zijn zonde, ze schieten meteen in wat? In de verdediging. Ze schieten meteen in de verdediging. Want dat is niks anders dan ze gewend zijn. Dus ze willen wat ze gaan doen, is ze excuus gaan maken van waarom dat ze in die zonde zijn. Maar kijk hoeveel wijsheid en hoeveel tact Nathan gebruikt, zeg maar, om David toch te confronteren met zijn zonde. Lees door. And he shall restore the lamb fourfold. Mm. Because he did this thing and because he had no pity. Zie dat? And he shall restore the lamb fourfold. Dus hij zal viermaal dat lam herstellen. Ja? And because he had no pity. En omdat hij ook geen genade getoond heeft. Luister dat. Omdat wat David had gedaan, de vrouw van iemand anders afpakken en dan die en Uria om laten komen in de strijd, dat was kwaad tot op het bot. Dat was kwaad tot op het bot. Maar God wil dat we hieruit iets leren. Alles wat er van tevoren geschreven staat, staat er voor ons om van te leren. Lees. En Nathan zegt unto David, thou art the man. Oh, wat zegt Nathan tegen David? Thou art the man. Thou art the man, David. Jij bent het. Come on. Thus said the Lord of God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul. God zegt, kijk wat ik allemaal voor je gedaan heb. Ik heb je koning gemaakt, ik heb je bevrijd, ik heb je verlost uit de handen van Saul. Lees. And I gave thee thy master's house. And I gave thee thy master's house. Lees. And thy master's wife into thy bosom. And thy master's wife into thy bosom. Lees. And gave thee the house of Israel and of Judah. Ik heb je northern kingdom en southern kingdom gegeven, lees. And if that had not, and if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such thing. Zo, dus God zegt, luister, als dat misschien te weinig voor je was, ik had je meer willen geven, come on. Wherefore hast thou, despite the commandment of the Lord, to do evil in his sight. So wherefore hast thou despised the commandment of the Lord
to do evil in his sight. Lees. Thou hast kindled Uriah the Hittite with the sword. Mm-hmm. Has taken his wife to be thy wife. Mm-hmm. And has slain him with the sword of the children of Ammon. Lees. Now therefore the sword shall never depart from thine house. So, dus God zegt, nou zal alleen maar dood en verderf vanuit jouw huis komen. Lees. Because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. Mm-hmm. Thus said the Lord, behold, I will raise up evil against thee out of thine own house, and I will take thy wives before thine eyes, mm-hmm. and give them unto thy neighbor, and he shall lie with thy wives in the sight of this son. Zo, dus God zegt nou tegen David van, hey, luister, die vrouwen die je zal hebben, andere mannen zullen over hun heen walsen, en je gaat het zien. Lees. For thou didst it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. Zie je dat? Dus God, wat doet God nou? God openbaart zijn zonde. Oké, lees. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Mm. Thou shalt not die. Thou shalt not die. Oké. Ga weer terug naar Psalm 141 en vers 5. Let the righteous smite me. Dat is wat Nathan heeft gedaan voor David. Dat is wat Nathan heeft gedaan voor David. Dit is de boek van Psalms, chapter 141, vers 5. Hmm. Let the righteous smite me. It shall be a kindness. Zie dat? It shall be a kindness, lees. And let him reprove me. And let him reprove me. Wie was the righteous? Was Nathan the prophet. Uh-huh. It shall be an excellent oil, which shall not break my head. Mm-hmm. For yet my prayers also shall be in their calamities. Yet my prayers shall also be in their calamities. So, broers en zusters, dit was onze klas voor vandaag. Mijn naam was Officer Abiel van Israel United in Christ Nederland. En mijn lees voor vandaag was... Soldier Elijah. Met dat zeggen wij shalom. Mosai in Christ bless. Shalom, family. Tambun.